Een hele goede middag, guys. Als jullie me allemaal kunnen horen, graag een 777 in de chat. Graag een 777 in de chat. Dan weet ik dat jullie aanwezig zijn. Yes, helemaal toppie. We gaan het gewoon kort en krachtig houden. Ik hoorde zojuist dat er een andere sessie plaats gaat vinden. Dus we hebben niet alle tijd. Nogmaals, een hele goede middag. Mijn naam is Abel Mensah. Ik ben 19 jaar. Ik kom uit Amsterdam. En ik zit nu, denk ik, een maandje bij ICE, de Netherlands Group. En ik ga jullie gewoon een hele kleine, korte rondleiding geven. Waar je, zeg maar, een beetje alles kan vinden, waar je een beetje alles kan doen. En hoe alles in principe werkt. Dan begin ik heel snel met de Academy. Daarin ga ik jullie laten zien wat we eigenlijk allemaal op de Academy doen. Nou, wat we hier doen is dus gewoon video's bekijken waar je dus kan leren. En even kijken hoor, ik moet even ondertussen een paar mensen binnenlaten, dan weten jullie dat ook. En ook ja, waar je dus live kan gaan, maar om te beginnen met waar je dus dingen kan leren. Nou, als je hier links naar academies gaat, zie je hier dus aan de hand van je pakket, zie je hier dus de lessen die je kan bekijken. Ik neem aan dat ieder van jullie gewoon HFX heeft. Dus daar, dan kunnen jullie op deze drukken. Dit is namelijk de Engelse en deze is de Spaanse. Dus voor de Spaanse mensen onder mij kunnen jullie het ook in het Spaans kijken, maar gewoon voor de rest gewoon ook in het Engels. Dan weten jullie dat. Dus ja, dan druk je gewoon hier op Engels. En dan begin je gewoon hierboven met de HFX series in het Engels. Nou, hier staan dus alle basic video's die jullie kunnen kijken. Het is handig om ze te kijken, maar natuurlijk hoef je ze niet allemaal te zien hoor. Even kijken welke voor jullie van belang is, welke video's jullie kunnen kijken. Even kijken. Dat zijn dus video's 101, 2, 3, 4, 107, 108, 113, 115, 121 en 122. Ik ga het zo meteen nog snel in de chat typen, dan weten jullie dat ook. Of ik stuur het wel in de groepschat. Dus er zijn de video's 101, 102, 103, 104, 107, 108, 113, 115, 121 en 122. Dan weten jullie dat. Dat zijn gewoon de basisvideo's die jullie sowieso gewoon moeten kijken, zodat jullie weten waar alles een beetje over gaat, welke termen worden gebruikt, zodat jullie niet achterlopen bij de live sessies. Want daar gaan we nu gelijk naartoe. We gaan naar de live sessies, dus waar je dus ja, gewoon de live sessies van de educators kan bekijken. Als je dus links op Go Live drukte, daar vinden dus alle live sessies plaats. Hier zie je dus de top 5 mensen die dus het meest bekeken waren van de week. Een van de belangrijkste mensen die jullie sowieso in de gaten moeten houden, waarvan jullie ook een paar video's moeten kijken, is van deze man hier zo, Matthew Thayer. Oftewel ja, de eigenaar, kan ik hem eigenaar noemen? De ontwerper van Cashtrap. Dat is een strategie die jullie gaan toepassen. Tijdens het traden, zodat jullie gewoon allemaal op jullie zelf kunnen traden en niet per se afhankelijk moeten zijn van een live sessie. En ik zal even een stapje terug gaan. Dus je komt dus hier uit bij de Academy. Je kan dus alle video's bekijken gewoon onder Academies. En dan druk je dus hier op ja, het tweede vakje. En voor de Go Lives druk je gewoon hier op links. Dan ga je dus naar de Go Lives. Mensen binnenlaten. En als scroll je dus naar beneden, dan zie je zijn naam hier staan. Meestal, hij staat meestal gewoon top 5. Zo niet, hier beneden is gewoon een kopje HFX. Daar kan je hem ook vinden. En onder dit kopje HFX zie je dus ook alle educators.
Waarvan je dus gewoon les kan krijgen of gewoon een trade sessie mee kan doen. Hier staan dus de tijden waarop ze beginnen. Volgens mij zijn dit gewoon Amerikaanse tijden, dus dan moet je het even veranderen of via Google naar Nederlandse tijd. En dan kan je zien hoe laat ze gewoon beginnen. Dan kan je gewoon joinen door bijvoorbeeld gewoon hier op zijn naam te drukken. Hij is nu niet live, maar als hij dus live was, dan zou het gewoon hier staan dat hij gewoon live was. Dus ja, zoals ik al eerder zei, Matthew Thayer is degene die jullie echt moeten checken. Dus je kan nogmaals hier zijn naam vinden onder. Oh, dan ga ik misschien nu te veel stappen terug. Hier kan je zijn naam dus vinden. Of hier beneden bij HFX. En dan scroll je dus naar beneden, zie je zijn naam ook. Vervolgens. Druk je op Favorite Sessions, want daar zijn de video's die jullie ook moeten kijken. En de video's die jullie moeten kijken zijn dus de Cash Trap 2.0 Explanation. Nogmaals voor de Spaanse mensen onder mij. Jullie kunnen het hier in het Spaans kijken, maar gewoon voor de rest. Gewoon in het Engels. Dus deze video moeten jullie kijken, die van 17 december. Deze moeten jullie kijken, de Perfect Setup van 21 december. En deze, de Perfect 5-point setup. Dat zijn de video's die jullie moeten kijken. Dus deze, die van 17 december, die van 21 en die van 24 december. Dat zijn de video's die jullie moeten kijken. Dan weten jullie gelijk veel meer over hoe we eigenlijk te werk gaan en welke strategie we gebruiken. Zodat jullie gewoon uiteindelijk op jullie zelf kunnen traden. Dus dat een beetje over Go Live. Het is dus zeg maar gewoon een plek waar je gewoon kan kijken hoe laat mensen live zijn, et cetera. Dus ja, dat over Go Live. Even kijken. Welke datum zei je? Even kijken, van was het 17, 21 en 24 december. Dat zijn de video's. En dan ga ik nu even alvast ook typen welke video's jullie moeten kijken. Dat was 101, 102, 103, 104, 107, 108, 113. Geen dank, geen dank. 115. 20 en 122. Dus ja, dat zijn gewoon de video's die jullie allemaal gewoon moeten kijken, zodat jullie gewoon alles gewoon begrijpen en niet zeg maar achterlopen. Dus ja, dat is heel belangrijk om te doen. Dus dat een beetje over de I Am Academy, waar je dus dingen kan leren of kan meedoen met live trading sessions. Wat je nog meer onder academies kan vinden, en als je naar strategieën gaat, is dus Hourglass. Dat is dus een strategie die we gebruiken. En dat is dus van die Matthew Thayer. Hij heeft dus dit zeg maar ontworpen met een paar andere mensen, gewoon binnen IM. En als je dus hier linksboven ziet, zie je ook Cash Trap staan. Dan kom je dus bij zijn strategie uit. Nu lijkt het misschien allemaal heel gek en ingewikkeld, maar jullie gaan dit allemaal gewoon begrijpen. Dus jullie gewoon de video's kijken, zodat jullie op jullie zelf kunnen traden. Dus ja, dat eigenlijk een beetje over de Academy. Nu gaan we even overschakelen naar de broker. De broker is dus gewoon een ander woord voor platform waarop je kan traden. Dus hier analyseer je de markt, hier kijk je dus naar mogelijkheden en op je broker plaats je de trade zelf. Dus op de broker zit ook je geld en hier kijk je dus gewoon naar de markt van oké, wat moet ik doen? In welke markt ga ik traden? En hier ga je dus echt de trade plaatsen. Dus deze twee moet je sowieso altijd gewoon open hebben. Dus ja, over de broker. Deze broker heet Race Option. Je hebt ook een andere IQ Send, dat is een paarse. Misschien krijgen jullie daar een account van. Je hebt ook Fight Forex. Je hebt heel veel verschillende brokers, maar de meest voorkomende die wij gebruiken zijn Race Option of IQ Send. En ja, dat zijn gewoon de twee beste brokers die jullie kunnen gebruiken. En ze werken in principe gewoon hetzelfde.
alles is ook gewoon hetzelfde, de indeling, alles. Ik heb zelf race option, dus ik ga het gewoon via race option laten zien hoe alles werkt en wat alles betekent. Maar het is precies hetzelfde, net als bij IQcent. Hier aan de linkerkant staan alle currency pairs. Dus verschillende valuta's die tegenover elkaar staan. En daarin traden wij dus. Je hebt hier ook de mogelijkheid om te traden in goud of zilver. Dat heb je hier, kan je hier aanpassen. Hier heb je de mogelijkheid om in crypto te traden. Dat kan je ook doen. Of gewoon in stocks en aandelen. Zijn er niet heel veel. Dat is ook een mogelijkheid. Maar wij traden gewoon alleen in currencies. Dus gewoon in valuta. Volgens mij, ik weet niet of ik het goed zag. Oh, geen dank, geen dank, geen dank, geen dank. Oké, dus dit is dus ja, race option. En hier links zie je dus alle currency pairs. En hier rechts zie je dus de tijd in voor hoe lang je dus in de trade wilt gaan. Ik zal ook later gewoon met een klein voorbeeld uitleggen hoe dat precies allemaal werkt. Meestal staat het gewoon bij ons gewoon op turbo. Of meestal staat het eigenlijk altijd op turbo. Maar als je dit verandert, kan je dus ook bijvoorbeeld gewoon een uur lang in een trade zitten. Of long term, dat is gewoon dagen in een trade zitten. Maar nee, wij doen gewoon money in minutes. We maken gewoon geld in minuten. We gaan gewoon snel de markt in en snel weer eruit. En dan zitten we maximaal 3 minuten in de trade. Dus vandaar ook de naam Money in Minutes, dat we gewoon geld in minuten maken. Fixed time, dat ga ik ook straks uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Hier vul je dus het bedrag in van ja, met hoeveel je dus wilt gaan traden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je je hele amount invult, want als je één trade plaatst en je verliest, dan ben je alles kwijt. Lijkt me logisch. Dus wat wij ook doen is, we traden met risk management. Dat houdt in dat je dus 1 tot 3% van jouw account gebruikt om te traden. Dus als je wilt weten hoeveel dat is, kan je het gewoon opzoeken. Dus stel, ik zou nu een trade plaatsen, zou ik dus 1 tot 3% gebruiken van mijn totale bedrag. 1% is bijvoorbeeld dus $3,56. Dus dan zou ik dat hier zo invullen. En hiermee zou ik dus traden. Je ziet dus ook dat je profit niet veel is, maar dat maakt op zich niet echt uit. Het gaat er gewoon om dat je niet te veel inzet en niet over je risk management gaat. En als je dat wel doet, zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Dat moet ik wel alvast zeggen. Je hebt het allemaal zelf in de hand. We raden je gewoon aan om 1 tot 3% te gebruiken. Als jij gewoon vindt van nee, doe mij maar gewoon €100 of zo. Dat je met €100 wilt gaan leggen en je verliest, is het niet onze schuld. Dus denk daar wel gewoon aan. Hou je gewoon aan je risk management. Dat is gewoon iets wat ik sowieso adviseer om te doen. Dus om nu even gewoon een voorbeeld te geven, zodat alles een beetje duidelijker is. Tijdens een live sessie kan de educator dus gewoon bijvoorbeeld zeggen van oké, jongens, we gaan nu in een pair genaamd, laten we zeggen, hij zegt, we gaan nu naar Europond. Dan is het dus de bedoeling dat je naar Europond gaat. En hij zegt dan bijvoorbeeld, oké, jongens, we gaan erin voor 2 minuten. Of nee, we gaan erin voor 1 minuut. En we gaan er zo in voor een call. Een call is, betekent dus gewoon buy, dus dat je gaat kopen. En put betekent sell, dat betekent dat je gaat verkopen. Nou, wat ze ook soms doen is van, ze geven dus gewoon een sign van, oké, jongens, staan jullie alvast gereed? Oké, iedereen staat, iedereen zet zijn tijd goed, iedereen zet zijn juiste amount aan de hand van hun risk management. En dan wachten ze en dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ja, we gaan er nu in, dan ga je erin. Maar wat ze meestal doen is gewoon de laatste 3 cijfers opnoemen. Dat is iets wat ze gewoon vaak doen. Dus de laatste 3 cijfers, deze 3, die gaan ze dan opnoemen. Van hey, wanneer het bijvoorbeeld bij 7,30 is, dan gaan we erin voor een 1 minuut put, bij wijze van. Of hey, als het bij 7,20 komt, gaan we ook in voor een put of zoiets. Dus zo gaan ze gewoon te werk. En dan moet je gewoon scherp zijn, moet je gewoon hierop letten van hey, wanneer het de 7,20 heeft bereikt.
Dan ga ik in voor op boek. Dus ik hoop nu even dat het gewoon de 27 bereikt. Dan kan ik even dat als voorbeeld nemen. Of zelfs hij zei nu 721. Dan zou ik bijvoorbeeld nu dus gewoon erin gaan. En wat je dan ziet, is dus een rode lijn. Nou, dit betekent dus dat de prijs eronder moet blijven. Dat is de bedoeling van een put. Dus de prijs moest eigenlijk hieronder blijven. En als hij hieronder was gebleven tot dit bolletje, dan had ik dus profit gemaakt en had ik de trade gewonnen. Hetzelfde geldt met call. Als je op een call drukt, wil je dus dat de prijs boven de groene lijn blijft. Dat wil je dus. Dus nu zien jullie dus dat deze wel goed gaat, want het is onder de rode lijn en nu weer niet. Dat is gewoon de markt die op en neer gaat. Maar zo traden we dus eigenlijk. En dat betekent een call of een put dus. Van een call is dus van oké, ik zet ja, eigenlijk mijn deadline zet ik hier. En dan is het de bedoeling dat de prijs daar boven blijft en bij put moet het eronder blijven. Zojuist bleef het erboven, dus die van die put heb ik dus verloren. En dan krijg je hier dus een rood bubbeltje te zien. Ik denk wel dat we deze gaan clearen. En dan kan ik jullie ook laten zien dat je dan gewoon een groen belletje ziet. Dus ja, even twee tellen. Ja, dus dan zien jullie hier van oké, je hebt de trade gewonnen en dan heb je dus in totaal ja, bijna $6 gemaakt. En dat dus in een minuut. Zo ga je eigenlijk te werk. Over fixed time. Stel je gaat dus voor 2 minuten in de trade of 1 minuut of maakt niet uit. En degene zegt van oké, we gaan nu in voor een call. Dan kan je hier, heb je hier de mogelijkheid om op rollover te drukken. Rollover betekent dus eigenlijk gewoon dat je tijd erbij koopt. Dus dat betekent dus dat je 2 minuten eigenlijk worden verlengd. Met volgens mij nog een 2 minuten. Dus ik ga het hier even laten zien. Als je dus op rollover drukt, zie je dus dat je tijd is verdubbeld. Maar, dus dat betekent dus dat je meer tijd hebt om je trade te winnen. In de hoop dus dat die oranje lijn, ja, dus boven de groene lijn blijft. Dus dat kan de educator ook soms zeggen van, oké, jongens, jullie kunnen nu bijvoorbeeld drukken op rollover. En ze rolloveren ook maximaal 2 keer, niet meer dan dat, omdat het geld kost. Rollover kost geld. Zoals jullie zagen, ik had 3,56 ingelegd, maar met die rollover is het nu naar 4,63 gegaan. Als je op rollover drukt, gaat er dus 30% van je inleg, dus van dit, komt er bovenop. Dus dat jullie het weten van hey. Ik had maar bijvoorbeeld maar 10 euro gelegd en zo. En ik deed rollover, maar ik heb meer dan 10 euro verloren. Waarom? Nou, dat weten jullie dus. Omdat rollover 30% zeg maar, van je inleg kost. Dus dat komt er bovenop. Dus ja, als je verliest, verlies je dus 30% meer. Maar als je wint, win je ook 30% meer. Dus dat is dan weer het fijne eraan. Ik zelf hou niet echt van rollover. Ik incasseer liever gewoon de trade. Als ik verlies, verlies ik. Maar ja, in ieder zijn ding. Dus soms kan een educator gewoon zeggen van guys, druk jullie maar op rollover. Dat doen jullie dat. Hij kan het voor de tweede keer zeggen van oké, jongens, nog een keer rollover als je kan. Dat doe je dat ook. Als je wilt, als je niet wilt, doe je dat niet. Maar ja, maximaal 2 keer. En dan over fixed time. Als je op fixed time aan hebt, dan kan je dus geen gebruik maken van rollover. Dus stel voor, ik ga nu in de trade voor een put voor 2 minuten. Dan kan ik eigenlijk geen rollover gebruiken. Dat kan niet, omdat mijn tijd is echt gefixt. Dus het blijft gewoon echt 2 minuten en dat is het. Dus ja, dat is eigenlijk wat fixed time inhoudt. En meestal is het gewoon uit. Dus ja, we traden eigenlijk nooit met fixed time. Dus altijd fixed time gewoon off. Zodat je gewoon altijd gewoon tijd erbij kan kopen. Dat is gewoon handig. Dus ja, dat eigenlijk een beetje over de broker. Hoe dat in zijn werking gaat. Hoe we dus trade plaatsen. En stel je kijkt zelf, als je dit bijvoorbeeld al onder de knie hebt. Kan je bijvoorbeeld zelf kijken naar een pair. Dus hier zien jullie bijvoorbeeld de euro, Amerikaanse dollar. Dan kan je dus hier
snel gaan naar euro, Amerikaanse dollar. En dan kan je dus zo ook gewoon zelf je trade plaatsen. Dus ja, dan weten jullie dat ook. Maar dit wordt jullie allemaal uitgelegd in de video's. En dan gaan we nu als laatst over naar het compounden. Even kijken, compound. Daily.org. Ja, ik zal even de link in de chat zetten. Dan kunnen jullie dit ook zelf bekijken. Dus ja, hier kan je dus uitrekenen hoeveel je uiteindelijk zal maken na een bepaalde periode. Aan de hand van je plan dat je zelf opstelt. Of samen met Kiara of met degene die je hier binnen heeft gebracht. Ga je gewoon een plan opstellen. En dan hou je ook echt aan die plan. Dus stel je begint gewoon met 100 dollar. Of laten we zeggen, hoeveel heb ik hier? Ja, dit is dus 3,54. Dus stel ik begin gewoon daarmee. En dagelijks wil ik gewoon 8% maken per dag. Dus je wilt 8% wil je per dag maken. Dat is ook een soort van gouden regel. Wat we hier hebben binnen IM, dat je dus gewoon met 8% werkt. Het kan natuurlijk ook gewoon minder zijn. Je kan bijvoorbeeld zelf 6% doen of 5, 4%. Dat is allemaal gewoon aan jou. Maar ja, de meesten werken gewoon met 8% per dag. En na die 8% stop je dus. Of als je 4% hebt, dan stop je gewoon na je 4%. Maar daar ga ik verder later op in. Stel voor je doet een, ja, laten we zeggen een 3 maanden plan, dus 90 dagen. En je reinvest doe je op 100%. Dat houdt in dus dat je je geld gewoon op je account laat gedurende de 90 dagen. Dus je raakt het niet aan, je haalt er niks van af of je zet er niks bij. Gewoon, je doet er gewoon helemaal niks mee. Dus je laat het gewoon 100% gewoon daar liggen. Je had er gewoon niks van af gedurende de 90 dagen. En weekenden altijd gewoon op no. Want in het weekend traden we niet. Dan zijn de markten gewoon dicht. De markten sluiten op vrijdag 11 uur 's avonds. En ze gaan weer open om zondag 11 uur 's avonds. Dan weten jullie dat ook. Dus in het weekend traden we gewoon niet. Het is dus gewoon even een rustmomentje. Dan kan je lekker met je hond spelen of zo. Dus dat eigenlijk. Dus als je dan uitrekent, dan kom je dus na 3 maanden, als het goed is, op 360k, 360.000. Nou, hoe dat precies werkt, is dus dat ik begon dus met zoveel, met 354, en ik moet dus 8% van 354 maken. Dat is 28, 32. En dat wil ik dus maken. Als ik dat heb gemaakt, door het aantal trades te plaatsen, dan ja, kom ik dus op dit bedrag. Dus met 354 plus dit, kom je dus uit op dit. De volgende dag, dus morgen, wil ik 8% maken van dit bedrag. Want dit is mijn nieuwe amount. En dat is dus, ja, laten we gewoon zeggen, 30, 60. En dan, als ik dat heb gemaakt, kom ik dus op dit te zitten. En dan wil ik dus 8% maken van dit bedrag. En dat gaat dus steeds zo door, 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 door. Op een gegeven moment zie je gewoon dat je 8% gewoon veel is. En dat je dus veel op een dag maakt. En dat stapelt zich dus zo op. Is dat zo werkt compounden eigenlijk? En hoe je kan weten of je je procent hebt gehaald, is ook aan de hand van je percentages, hoeveel je inlegt. Dus onthouden wat ik zei, we leggen 1 tot 3% in. Dus stel je plaatst een trade van 3%. Oké, dan even 3% van 354. Dat is dus 10,62. Dus dat betekent dat je hier 10,62 mag inleggen, maximaal voor een trade. En dan zie je hier ook zeg maar je profit. Dat zie je hier staan. Dus je profit moet in totaal dit zijn. Zeg maar aan het einde van je dag of aan de tijd dat je gaat traden.
Dus zo kunnen jullie weten van, hey, heb ik mijn 8% gehaald? Of hoeveel trades moet ik plaatsen om mijn 8% te halen? Dus stel je legt 3% van je account in. En oh ja, hier zien jullie ook percentages. Dat zijn zeg maar, die laten jullie zien hoeveel jullie zeg maar, worden uitbetaald. Zeg maar, hoeveel jullie profit is. Dus hier is de percentage 81, dat is hoog. Dan zie je dus dat je 60 pakt. Maar je kan ook misschien in een pair zitten wat 64 uitbetaalt en dan is het maar 680. Dan weten jullie dat ook, dat het gewoon de hele tijd verschilt. En nee, je hoeft niet de hele dag te azen op de hoge percentages dat je alleen die trades wilt pakken. Je moet gewoon alles pakken als er gewoon een mogelijkheid is. Als Hourglass je gewoon zegt van hey, EURJPY heeft gewoon een goede mogelijkheid. En EURJPY betaalt 76, nou dat is niet verkeerd. Gewoon die trade pakken. Gewoon doen. Dus dan weten jullie dat. Dan kunnen jullie ook zeg maar uitrekenen hoeveel trades je moet plaatsen. Ik gok dat als je 3% inlegt en je wilt dagelijks 8% maken, moet je 4 trades plaatsen. 4 maar, hè. Want even goed rekenen, 4 keer 8. Ja, dan moet je dus op dit komen. Dus zo kan je het een beetje berekenen. 4 trades gewoon plaatsen per dag van 3%. Daar heb je 8% gehaald. En doe je minder, stel je wilt maar 4% per dag maken, niet 8%. Dan kom je dus na 90 dagen kom je dus op 12k uit. Maar dan hoef je maar 2 trades te plaatsen. 2 trades van 3%. Dat is dus 2 minder dan als je 8% wilt. Maar ja, dat ligt helemaal aan jou. Kan je zelf bepalen wat je doet. En natuurlijk, jongens, is dit gewoon als je alles wint, hè, dan kom je dus op dit bedrag uit. Hetzelfde geldt voor die, voor als je 8% had gedaan. Het is heel mooi, 360k. Het is zeker niet onmogelijk. Je kan 90 dagen lang gewoon alles winnen, hoor. Daar niet van, maar je verliest ook wel eens. Iedereen verliest. De beste verliezen, de miljonairs die live traden met ons verliezen soms. Dus houd daar ook gewoon rekening mee dat je gewoon niet altijd wint. En dat is normaal. Het is heel normaal om niet altijd te winnen. Het gaat toch om dat je niet opgeeft. Dat is gewoon het allerbelangrijkste, dat je je mindset gewoon zodanig gewoon traint. Dat je niet opgeeft, want je gaat verliezen. Er gaan misschien dagen zijn, misschien dat je 2, 3, 4 dagen achter elkaar gewoon alleen verliest. En je denkt van, hè, wat gebeurt er nou? Maar dat hoort er gewoon bij. Iedereen heeft dat meegemaakt. Ik heb dat ook meegemaakt. Kiara heeft dat ook meegemaakt. Maar dat hoort er gewoon bij. En daardoor word je gewoon alleen maar sterker, sterker, sterker. Dus hou daar gewoon rekening mee. Wees gewoon mentaal ook voorbereid. Niet gelijk boos worden of zo als je een trade verliest. Het gebeurt gewoon. Het gebeurt gewoon. Dus dat jullie dat weten. Maar het is ook gewoon mooi dat als je aan het einde van je 3 maanden, laten we zeggen op 40k zit of zo, dat is ook prima. Ja, heb gewoon een doel voor ogen. Weet waarvoor je het doet. Iets wat Montel heeft verteld is dat je dus gewoon een reden moet hebben waarom je dit doet. Dus stel je doet dit zodat je moeder niet meer hoeft te werken of zodat je gewoon je familie goed kan zetten of zodat je weet ik veel een eigen business kan opstarten of iets. Als dat echt je reden is, dan ga je niet stoppen. Dan kan je niet stoppen, want dat is je reden. Je wilt toch dat je moeder niet meer hoeft te werken. Dan waarom ga je stoppen als je verliest? Dat laat al zien dat je reden niet echt 100% was. Snap je? Als je echt, echt wil dat je moeder niet meer hoeft te werken, dan ga je niet stoppen met dit. Dan ga je door totdat het lukt. En die mentaliteit moet je gewoon hebben. Ook al verlies je, het kan gebeuren. Gewoon vallen en opstaan. Zodat je gewoon je droom kan waarmaken. Want dat is uiteindelijk gewoon wat je wilt. Je wilt je familie goed zetten. Je wilt een eigen business. Je wilt, weet ik veel, de kerk helpen of wat dan ook. En als dat echt je reden is, dan ga je echt niet opgeven als je verliest. Of dan ga je Kiara appen van, nee, ik denk toch niet dat dit iets voor mij is. Of nee, dan ga je gewoon alles eraan doen, alles leren, gewoon doodserieus zijn totdat je het behaalt. Dan heb je echt laten zien van, oké, dit was echt, echt mijn reden. En het is ook echt, echt gelukt. Bijvoorbeeld Montel. Montel, zijn reden was dus gewoon
Zodat hij gewoon zijn familie kon goed zetten, zodat zijn moeder niet meer hoeft te werken, et cetera. En zijn moeder hoeft nu niet meer te werken. En hij is 22 jaar, hè? 22 jaar. En zijn moeder hoeft niet meer te werken. Dat laat al zien hoe gedisciplineerd hij was. En dat was gewoon echt, 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 echt zijn reden. Snap je? En hij heeft ook heel veel accounts gebloot. Heel vaak is hij ook geld verloren, maar hij gaf niet op, snap je? En kijk waar hij nu is. Dus gewoon niet opgeven, guys. Mentaal gewoon voorbereid zijn op verlies, want dat hoort er gewoon bij. Dus dat weten jullie dat. Ik krijg hier een vraag, hoe lang ben ik al bezig? Ik ben al een maandje bezig. Iets langer dan een maand en een paar dagen. En het bevalt gewoon goed. Ik heb ook gewoon een schema. Ik werk zelf gewoon met een jaarplan. Ik doe zelf 4%. En ja, als jullie dat trouwens willen, een jaarplan is 260 dagen, want weekenden tellen ze ook niet mee. En je treedt 5 dagen in de week, daarom. Is gewoon 260 dagen en ik doe zelf dus 4%. En dat doe ik dus voor een jaar lang. En dan heb ik dus ook gewoon een plan. En ik loop zelfs vooruit op schema. En mind you, hè, dat ik ook gewoon dagen verlies had gemaakt. Dus je maakt het sowieso terug als je gewoon gedisciplineerd bent. En gewoon niet opgeeft. Dus dat is de tip die ik jullie wil meegeven. Ik denk dat ik tot nu toe alles wel heb behandeld over de Academy. Over het compounden, dus waar we net naar keken. Over de broker zelf, hoe dit allemaal werkt. Hoe de go-live sessies werken als mensen live gaan. Of hoe je zelf kan traden aan de hand van Hourglass. Dus ja, ik weet niet of er nog vragen zijn. Als er vragen zijn, laat het AUB weten in de chat. Als alles gewoon duidelijk is, graag gewoon de 777. Ik denk dat jullie al te laat zijn voor jullie trading sessie. Sorry daarvoor. Ik zie een 777, mooi. 777, mooi. Mooi. Nou, ik denk dat alles wat een beetje duidelijk is. Als er nog onduidelijkheden zijn, kan je me gewoon altijd een berichtje sturen. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren. En dan kan ik je gewoon helpen. Dus hartelijk dank voor jullie tijd, voor jullie aandacht. En dan zie ik jullie snel aan de top. Want beneden is het too, too, too crowded.